Nou, dit is zo'n nieuwe blok, een nieuwe betonblok die we hier neergelegd hebben. Trots is dijkgraaf Twan Poppelaars op de vernieuwde kustbescherming in Zeeland. Hogere dammen en een verbreed strand. Allemaal om een superstorm het hoofd te kunnen bieden. De superstorm, dat is een storm die zich voordoet onder de meest moeilijke en zwaarste omstandigheden. Qua windrichting, qua waterhoogte, qua maanstand. Nou, noem alle ellende op. En dan heb je die ene grote superstorm. Dat gebeurt maar eens in de 10.000 jaar. Maar toch kunnen we het risico niet nemen. Want als de dijken breken, loopt half Nederland onder water. En dat duurt ook jaren voordat je dat weer opbouwt. Dus er is zoveel schade. Ik denk dat je wel zo'n 100 miljard uiteindelijk aan schade kunt hebben. Dat vooraf investeren altijd de moeite waard is. Daarom is de afgelopen jaren bijvoorbeeld zand opgespoten voor de kust van Noord-Holland. En zijn bij Katwijk de duinen verbreed. De kustbescherming hier in Zeeland was de laatste zwakke schakel. Nu ook die is versterkt, is de Nederlandse kust volgens de overheid de komende 50 jaar beschermd tegen het water. Maar is dat wel zo? Want de natuur is grilliger dan ooit. Nou, we kijken bijvoorbeeld in onze klimaatanalyses wel eens naar wat er gebeurt met tropische cyclonen in een warmer klimaat. En dan zien we gewoon dat ze wat vaker niet de oversteek over de Atlantische Oceaan maken, maar de kust van West-Europa bereiken. Nou, dat zijn toch pittige dingen. Maar in Katzand heeft de dijkgraaf alle vertrouwen in de nieuwe kustbescherming. Die blokken blijven liggen. Ze wegen ongeveer, ik denk wel, 1500 kilo per stuk. Dus nou, die waaien er niet zomaar uit. Ook niet met hoogstaand water. Dus zelfs als er een superstorm opsteekt, zou de Zeeuwse kust er, net als de rest van Nederland, veilig bij moeten liggen.